een nieuwe video en welkom terug bij de Crew 2. En vandaag gaan we weer een beetje racen. Iets wat je meestal doet in een racegame. Juist. Maar we gaan eens even kijken naar de Summit Events. We hebben nog een paar events die we moeten doen. Misschien ook nog wat dingen voor challenges. Dus dat komt allemaal wel goed. En we gaan even beginnen met deze auto. Ik heb deze een tijdje terug in de stream niet gekocht. Ik heb hem in de stream getuned. Ik had hem een tijdje eerder al gekocht. Maar volgens mij heb je hem nog niet eerder gezien. Dus dit is een Gallardo. Super nice. Mooi kleurtje ook. Maar eens even mee rijden. Ik vind het echt een super fijne auto. Dit is waarschijnlijk mijn nieuwe favoriete sportauto in de game. Of street racer, zoals het eigenlijk heet. Ik weet niet wat het met deze auto is. Maar hij zwiebert gewoon niet zoveel. Hij is gewoon heel erg geplant op het wegdek. En waarom staat daar een auto midden? Oké. Interessant. Wat hebben we hier? Oh mijn god. Het is zo raar om mensen te zien met level 5. Wacht, dat is geen 5, dat is een S. Level S? Level, is dat special rank? Hè? I don't know, what the fuck? Maar we zijn even onderweg naar de summit. Wederom rij ik er naartoe, wat helemaal niet hoeft. Oeh. Die backfire, oeh. Over backfire gesproken. Hier moeten we eigenlijk nog die andere nitro opgooien. Dat kan ik even doen, hè. We hadden laatst nitro unlocked. En dat was een Italiaanse vlag. Dat past perfect bij deze auto. Dus ik gooi die er gelijk op. Ik weet niet eens of we deze auto zo meteen gaan gebruiken. Maar dat is een vanity item. En dat was deze. Kijk, deze is perfect voor deze auto. Oh, en de regen is ineens plotseling verdwenen. Alright. Kan ik nou die backfires zien? Come on. Come on. Pop, pop. Waar zijn de pops? Oh. Maar die pops zie je het volgens mij niet. Je moet gewoon echt zo doen. Kijk. Italiaanse vlag. Perfectie. Perfectie. En ik rij gewoon zo, want het kan gewoon. We gaan dus even naar de summit. Ik weet sowieso dat we nog een paar events hebben. Volgens mij heb ik maar één event gedaan zelfs. Dus we hebben nog genoeg te doen. Dan kan ze ook even kijken welke challenges we bijna gecomplete hebben voor de hobby's. Want eigenlijk waren we bezig met de hobby's. En ik mis weer mijn afslag. We waren eigenlijk bezig met de hobby's. Alleen, ik word iedere keer afgeleid door andere dingen. Wat gebeurt er als ik hier vol naar binnen rijd? Oh, oké. Okay. Volgens mij crashte ik. Ik voelde mijn controller trillen. Oeh. Die moeten we ook nog bij onze collectie hebben. De Murcielago. Ligt het aan mij of is deze... Dit is een driftversie, wedden? Dit ding is echt mokertje laag. Dat kan niet kloppen. Dit is een street racer. Ik weet dat er een Murcielago is en dat is een driftauto. Dit ding lijkt echt super laag. Wat kan je hier eigenlijk doen? Oh, contracts. Ik doe nooit die dingen. Misschien moet ik die maar eens een keer gaan doen. Maar we zijn hier. We zitten momenteel in brons. Wat een verrassing. Ik heb volgens mij één event gedaan. Yep, met die Diablo. We kunnen het niet doen met de Mercedes-Benz. Ik twijfel nou of een streetrace auto ik heb. Want ik heb sowieso een Mercedes SUV. Die valt volgens mij ook in streetracing. Ja, daar heb je hem. De 4MATIC GLC. En dit is... Oh, de C63. Dat is denk ik wel een goeie. Ik kan het weer niet upgraden. Ik kan er parts op gooien. Dat kan die niet. Als iemand weet wat ik eraan kan doen, alsjeblieft laat achter in de comments. Want iemand had laatst gezegd dat ik dan alsnog kon wisselen. Maar ik kan het niet vinden. En we gaan gelijk van start, zie ik. Alright. Alright. Kom maar op. En iemand heeft mijn Lambo gestolen. Daar rijdt hij. Zelfde kleur. Ja, dit is eigenlijk weer zinloos. Dit ding is niet maxed out. Dus ik maak geen kans voor een goede tijd. Maar... Op zich, in goud eindigen moet wel lukken. Dat is niet zo'n probleem. Ik kan alle events doen. Maar is het dat waar? Volgens mij maakt het niet heel veel uit. Ik weet niet wat die prijzen waren. Maar naast die prijzen... Het is niet dat je extra XP krijgt, volgens mij. Auw. Beetje glad hier. Oh, what the... fuck was dat? Is het niet verstandig om mijn verlichting aan te doen? Het wordt pittig donker hier. Ik heb echt van die blacked-out verlichting. Je ziet bijna niks.
Is dat niet verboden? Je lamp blacked out hebben. Ziet er wel vet uit. Maar ja, dit is... we gaan dit even rustig uitdraaien. Ja, dit is op zich een hele mooie baan. Het is alleen een beetje eenzaam zo. Wat zou een vette kleur zijn voor deze auto? Want op zich is hij wel nice, maar ik wil hem een ander kleurtje geven. Ik weet niet wat. Kunnen we eens even kijken wat mensen voor liveries gemaakt hebben? Ik vind hem ook wel mooi getuned. Want hij is alles behalve standaard. Hij heeft volgens mij ook een white body kit. Maar het is allemaal best wel... Ja, het is best wel minimaal. Dus het ziet er wel nice uit. En de race zit bijna op. Is op 95%. Niemand te bekennen. En there it is. Nou, moeilijke summit, man. Lastig. Ik zal eens even kijken naar die challenges. Weet iemand wat ik met al die scrap kan doen? Ik kan allemaal items hier scrappen, maar wat kan ik ermee? Wat krijg ik ervan? Als iemand mij kan vertellen wat ik daarmee kan doen, laat alsjeblieft even achter. Ik heb geen idee. En ik weet ook niet waarom ik deze auto aan het upgraden ben, want ik ga hem toch niet gebruiken. Dus, juist. We gaan snel verder. Het zal. We gaan kijken naar het volgende event. En dat is... we kunnen rally raid doen. Oké, voor deze race hebben wij twee voertuigen. Dit was alleen voor Duitse merken. Dus dit is een enige twee opties die ik heb. Is een motor. En een pick-up. Deze is volgens mij een stuk... Ja, deze is een stuk lager level. Dus ik denk dat we maar voor de motor gaan. De Rally Raid Edition. Zo'n een vette motor, hoor. Ik moet sowieso meer van die Rally Raid events doen. Want ik ben, zoals je net ook al zien, echt een super laag level. Ik ben 101 van 140 of zo. Dus we moeten gewoon meer tijd stoppen in events die we normaal niet doen. Want ik doe eigenlijk alleen maar street races of hypercar races. Dat zijn de dingen die ik zelf het leukst draaien. Die ik het leukst vind om te doen. Maar ja, ik heb die al maxed out. Dus we moeten eigenlijk onze tijd stoppen in andere dingen. Misschien daar ook wat driften. Ja, nee, op zich kunnen we dat wel doen. Driften en misschien een drag race. We kunnen in principe de summit de volgende keer afmaken. Het is niet dat het allemaal nou in één keer moet. Als we het gewoon een beetje combineren. Reken nou over een eekhoorn heen. What the fuck? Is het niet een beetje een rare plek voor een eekhoorn? Dit lijkt me wel een vette baan voor een gewone race eigenlijk. Een beetje smal. Ja, als je hier tussendoor moet met drie man of zo. Dat kan wel interessant zijn. En het is op zich best wel eng om met zo'n motor te gaan offroaden. Want je rijdt nou over allemaal dingen heen. Maar misschien dat er in zo'n bosje een steen zit of zo. En dat je vol over de kop gaat. Want je ziet het niet, hè. En je gaat best wel snel op je bek. Ah, niks aan dat. Je gaat best wel snel op je bek met de motor. Ik rijd inmiddels alweer 17 seconden voor op de timer. Nice. Ik moet minder nice. Oh, kan ik echt door? Oh, woo! Zo doen we dat. Wat nou moet ik doen? Nee. Maar ik moet minder nice zeggen. Ik zeg dat echt te veel. Dat is echt mijn stopwoordje. Moet je maar eens opletten. Moet je trouwens niet doen, want anders ga je eraan ergeren. Sorry. Kan ik hier ook gewoon recht vooruit? Ik denk het niet. Nee, je hebt... Oh god. Je hebt hier die bergwand. Ik ben oprecht wel geneigd om hier te kijken of we hier ergens een shortcut hebben. Komt hij hier zo? Kan dit? Het kan gewoon! Oké. Nou. Zo zie je maar weer. Het loont wel om even een beetje goed rond te kijken. Ik ga 38 seconden voor en daar is de finish al. Jezus. Nou, dat was moeilijk. Oh, eh. There we go. Mop. En hier zijn we dan. 45 seconden reed ik voor. Oh, nee. Zeg maar, stoppie. Hoeveel punten krijg je hiervoor? 100.000 is wel echt een beetje het minimale aantal punten. Maar wat ik net al zei, ik ben 40 levels te laag. Wie denk je dat ik ben? Wat zijn de hobby's? We hebben bijna 300 sterren bij Collector. En 173 bij racer. We moeten wel echt een hoop. We moeten 650. Finish off-road events. Dat gaat vanzelf. Finish freestyle events. Finish pro racing. Dat gaat allemaal vanzelf. Ik heb hier een paar events die we kunnen doen. Win a hovercraft event without contact.
Mijn hovercrafts zijn niet echt heel erg snel. Dus het winnen is al best wel moeilijk. Laat staan zonder contact. Get a perfect rating on all checkpoints on an air race. Oké. Okay. Win an Alpha GP event on hard difficulty without contact. Die kunnen wij doen. Dat is op zich wel een leuke. Waar zullen wij eens even mee beginnen? Ik had een paar dingen die me interessant leken. Waaronder deze. Die Alpha Grand Prix. On hard difficulty without contact. Ik denk dat we die gaan proberen. En misschien deze. Get a perfect rating. Maar er was er ook eentje met drag. Win a drag race event with only perfect starts and shifts. We gaan deze twee doen. Het is een drag race en een Grand Prix. Alpha Grand Prix. 89%. Dan moeten we het nog een paar op normal doen. Zoals deze Miami Beach. Maar ik moet nou een race op hard difficulty. Dus niet eens ace. Alleen hard. Dus dat kan op zich niet zo'n big deal zijn. Wat is een leuke race? De Giants, Miami. Dat lijkt me op zich wel een leuke Miami. Ja, van Miami. Hard difficulty. Oeh, wat? Oh, Jesus. Ik ben 13 levels te laag. Oké. Okay. Ik had verwacht dat ik hoog genoeg level zou zijn. Welke auto ga ik nou krijgen? Want ik heb er 3 verschillende. We hebben een nieuwe. Ja, die futuristic. Ik moet deze livery ook nog een keer veranderen. Want ik vind dat matte best wel lelijk. Maar we moeten dus winnen zonder contact. Want ik mag ze niet aanraken. Wat op zich niet zo'n probleem lijkt te zijn. Maar zij kunnen mij ook rammen. Het hoeft niet allemaal maar van één kant te komen. Ik zou eerst even erachter blijven, denk ik. Want kan ik hier... I've got faith in you. Ja, ik... Ja, dit is de... Oké, ik restart. Dat bedoel ik. Het is niet mijn schuld dat hij op de rem gaat. Kan ik dat trouwens zien als ik dat gefaald heb? Dat het dan nog mogelijk is of niet? Geen idee. Ik blijf er even achter hangen. Ja, ik kan er een binnenbocht langs. Without contact. Ik vertrouw hun echt niet, jongen. Ik vind ze een beetje eng. Oh, zo. Waarom rijden we eigenlijk in de sneeuw? Ik denk, ik ga expres naar Miami. Want daar zal geen sneeuw zijn. Of in ieder geval geen rot weer. Gewoon een mooi zonnetje. Sinds wanneer sneeuwt het in Miami? Ik bedoel, ik ben er nooit geweest. Maar volgens mij sneeuwt het daar niet. Normaal niet. Is dat überhaupt ooit voorgevallen? Een Formule 1 race in de sneeuw? Ik heb het er nooit gezien, tenminste. Het zal interessant zijn. Ik zou dat wel willen zien. Als het goed is, komt er binnenkort een nieuwe update. En er was al een trailer van verschenen. En in die trailer liet letterlijk maar één auto zien. Dus ik mag hopen dat het meer is dan één auto. Het is een of andere Porsche. Ik ga die sowieso wel halen. Dus even kijken wat we mee kunnen doen. Op zich was het een dikke auto. Weet je, het ding is met Porsche. Het zijn vette auto's, maar ze zien er wel hetzelfde uit. En... I don't really care. Maar ja, we zullen wel checken. Ik weet niet precies wanneer dat zal zijn. Ik denk volgende week. Ik hoop wel dat er nog wat meer bij gaat komen in plaats van één auto. Het zou een beetje flauw zijn. Een hele trailer release voor één auto. En volgens mij komt letterlijk net de zon op. Op het moment dat de race voorbij is. Nou verdwijnt de sneeuw. En ik ben klaar. Heel fijn. En we hebben onze challenge gecomplete. Oh, wat? Dat is die andere challenge. Huh? Heb ik nou de verkeerde... Dat is de verkeerde challenge. Drive 1 minute above 300 kilometers an hour. Dat was niet de challenge die ik probeerde te doen. Win an Alpha Grand Prix event in hard difficulty without contact. Dat heb ik gedaan. Wat? Weet je wat? Zoek het maar uit. Ik ga er niet nog één doen. We doen die binnenkort wel. We hebben iets bij Pilot. Oh, ik heb weer deze dingen. Ja, oké. Okay. Interessant. Oh, deze dingen kan ik wel... Oh, je krijgt nou... Kijk, je krijgt gele parts. Maar dit is misschien wel interessant voor die drag auto van ons. We gaan eens even een drag race hier doen. Activities... Drek staat bij street racing. Welke zullen wij eens even gaan doen? Moest dat trouwens op hard difficulty?
Volgens mij wel, toch? Hard difficulty. Drag race winnen. Met perfect shifts. Ja. En ja, het maakt niet heel veel uit. Weet je, het ding is met drag races. Het is gewoon letterlijk één rechte lijn, zo'n beetje. Dus. We doen deze. We zijn 7 levels te laag. Dat is echt niet zo'n probleem. 7 levels is te overzien. Ik wil echt die drag auto winnen die je volgende week in de summit kan krijgen. Dat is een Ford Focus. Ik weet niet, helemaal leuk. Een Ford Focus drag auto. En dit is wederom in de sneeuw. Waarom is alles in de sneeuw? Nou, van de sneeuw gaan we over in de regen. Het is ook niet echt ideaal voor een race als dit, denk ik. We moeten een tijd verbreken van 16-9. Ik heb geen idee of dat gaat lukken. Het is een drag race, dus... Je bent ontzettend afhankelijk van die parts. En ik ben een te laag level. Dus... I don't know. We moeten ons eerst even focussen op die perfect shift. Oh. Oh. Waren dit allemaal perfect shifts? Ik heb geen idee. Hallo, objective? Ik mag geen schijf van kans, joh. Volgens mij had ik allemaal perfect shifts. Time is not your friend here. Oké, ik maak geen schijf van kans. Ik had een tijd van 17.7. Gear shifts perfect. En ik had een perfect launch. Oké, ik ben gewoon te traag. Dat is de enige oplossing. Ik deed het vrouw al perfect. Dit is de reden waarom ik nooit drag races doe. Omdat ik gewoon geen kans maak. Ik deed alles perfect. Letterlijk. Oh, oké, die shift was niet perfect. Wacht, ben ik nou sneller? Oh, dan ben ik sneller. Oh no, don't you dare. Don't you dare. No, no, no. No, no, no. Hoezo ben ik nou zoveel sneller? Nou waren mijn shifts niet perfect. Ah! Mijn shifts waren slechter dan net. Ik heb nou good shifts. Net had ik perfect shifts. Oké. Ik bedoel, als ik het event win, fine. Fine by me. Alright. Kijken of ik die tijd weer kan verbreken op de een of andere manier. Oké, er is... Oh mijn god, ik weet niet wat daar gebeurde. Er is wel iets met die launch. Daar gaat het fout. Ik weet niet precies wat het is. We gaan zo meteen nog een drag race doen. Ik hoop dat ik dit nou heb gewonnen. Ik weet niet wat zijn tijd is nou. Ik had net zijn tijd verbroken. Het kan zijn dat hij nou weer mijn tijd heeft verbroken. Heb ik gewonnen? Please! Yeah! Hey, we hebben gewonnen. Oké, dat is goed nieuws. Ik heb tenminste parts. Toch? Yes. Ja. Oh, give them to me. Oh, dat is een groen part. Ik dacht heel part. Jee. Nou ja, weet je het? Alle kleine beetjes helpen. Maar we gaan nog een drag race doen. Want ik weet hoe dat zit. Waarschijnlijk moet ik dat anders timen. Want ik kan die banden wel opwarmen. Maar uiteindelijk gaat het toch om de launch zelf, volgens mij. Ik kan dan nog een race proberen op hard difficulty. Maar we hebben gezien hoe weinig kans ik maakte. Maar het probleem is, ik heb al die races al normaal gedaan. Dus dan blijft hard over. Dan moet ik ze op hard gaan doen. Maar dan ben ik gewoon weer 40 levels te laag. Maar ik ben 5 levels te laag. Hoe kom ik nog bij 40? Oh, dat was net. Net wel hebben we 40 levels te laag. Tweak and shout. Oké. Let's go. Wederom hetzelfde verhaal. Ik ga proberen om alles perfect te doen. Zal het jou niet lukken. Het is nou wel droog. Dat is een heel vooruitgang. Het wereldrecord staat op 7 seconden. 7.02. Wat is de tijd die ik moet verbreken? Wat is mijn tijd? 10! En het record staat op 7.02! Volgens mij ken ik deze baan. Hier zit een kleine knik in. Dit is niet één rechte lijn, volgens mij. Ik ken tenminste een race hier in Las Vegas. Oh! Ho, 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 ho! No, 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 no!
gonna need to swap out the timing chain on your engine. But you know what? That's okay. Oké, mijn shifts waren niet perfect. De tijd hebben we wel verbroken. Alleen nou is het probleem. Omdat ik dus die shifts al... Shifts. Ik heb de shifts verpest. De shift... kan ik die challenge al niet meer halen. Maar... ik krijg tenminste ook weer parts. En dat is het belangrijkste. Dat ik tenminste deze ding kan levelen. Dat is ook handig voor de summits dadelijk. Dat ik die drag race ding kan doen. Of die... Oh, maar deze launch was zeker beter. Ja, die launch is waar ik iedere keer de fout in ga. I can probably tweak the engine a bit more. Nog sneller. Kijk. Hey. Lekker bezig. Oké, dit doet me goed. Dan is er nog hoop. Zal ik er eigenlijk nog één doen? I don't know. We kijken wel. Ik wil gewoon die perfect shifts doen, maar... als je één ding fout doet, hè. Kijk hoe klein dat... Jezus, hoe klein is die kans dat je shifts goed doet? Dat is zo'n kleine marge die je hebt. Dit was een stuk trager, maar we hebben gewonnen dus. Kan mij niet verrekken. Kom maar hier met dat geld. 20k of iets? Kom maar, lever maar in. One legit race in the book. Krijg je letterlijk 20k voor? Net had ik er wel 20k voor gekregen. Ja, 20. Dat verdient snel, yo. Want dit is super, super kort. Voordat je het weet is het alweer voorbij. Oké, ik heb 2 nieuwe parts. En ik ga niet eens een level omhoog. Ik ga niet eens een level omhoog. Hoe dan? Weet je wat? Het zal wel. Ik ga hier de video beëindigen. We zitten weer over de 2 miljoen heen. Dat is op zich wel nice. Ik ben zo meteen live over 2 minuten, dus mocht je mij dan niet volgen op Twitch, linkje in de beschrijving. Natuurlijk, zodra dat deze video online staat, ben ik niet live, maar op het moment dat ik het nou opneem wel. En ik ben eigenlijk elke dag live, behalve op maandag, vanaf 8 uur. Dus kom een keertje gezellig langs, zou leuk zijn. Ik ga het hier in ieder geval belaten, dus we gaan waarschijnlijk binnenkort die Grand Prix opnieuw proberen. Ook al ben ik het er nog steeds niet mee eens dat we die challenge niet hebben gehaald. Want we hebben hem wel gehaald, we hebben precies gedaan wat we moesten doen. We hebben hem en gedaan op hard difficulty. En we hebben gewonnen zonder ze te raken. Ik race er direct voorbij, dus... ik weet niet wat voor conspiracy dat was. Maar ik ga hier in ieder geval de video beëindigen. Dus vond je het leuk, laat een like achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.